bij een nieuw vlogje. Zoals beloofd gaan we even het warehouse in. We zijn nu ongeveer 3/4 jaar bezig met Own. Jullie hebben het vanaf het begin een beetje gezien en een lege warehouse de vorige keer. En er is een hele hoop veranderd. Ik wil niet zeggen dat we er al uitgroeien, maar gelukkig gaat het gewoon heel snel door. De verkoop, dus er komen dingen binnen, het wordt uitverkocht en zo kunnen we het een beetje managen. We willen graag de gym vasthouden die in de warehouse staat. Dus ik denk dat als we hier uitgroeien, dan gaan we niet de gym weghalen en dan verplaatsen voor warehouse. Dan gaan we gewoon een grotere locatie zoeken. Maar voor nu is het helemaal prachtig. Het is niet opgeruimd, het is één grote klotezooi. Het is gewoon zoals wij binnenkomen 's ochtends en aan het werk gaan. Dus het meest realistische beeld wat je kan krijgen. Laten we naar binnen gaan en dan ga ik jullie even laten zien wat er allemaal gebeurd is in die 3/4 jaar. Nou, dit is de gym, hoe die helemaal af is. We hebben een kabelmachine neergezet als extra. Spiegels zijn opgehangen natuurlijk. Er hangt nu een bokszak. Echt een mega ding. Ik heb hem maar een beetje geïmproviseerd. Ook met het ophangsysteem, daar moet je maar even niet op letten. Maar ja, iedereen die wil toch een beetje boksen, een beetje cardio doen hier. En we hebben matten aan de zijkant gehangen. Ik doe zelf alleen maar boksen, geen kickboksen meer. Ik trap mijn benen helemaal stuk. Maar ja, voor iedereen anders die wel wil trappen, is dit nog een beetje safety. Die hadden jullie volgens mij nog niet gezien. Dat is de kabelmachine die we erbij hebben gegooid. Toch wat voor wat meer isolatieoefeningen en dat soort dingen. Maar dit is de totale gym. Het is echt lekker gewoon. Ik kan hier alles doen. We hebben daar nog een hele hoop extra stangen en grepen. De hex bar squat en de multi-purpose bar, easy bar, normale barbell, nog een wat kleinere stang. Dumbbell rack tot en met 40 kilo en hier het volledige full squat rack. Dat is echt wel heel nice. Maar vorige keer heb ik daar al wat meer over verteld, dus dat gaan we even achterwege laten. We hebben hier een doek opgehangen. Hierachter is eigenlijk de opslag van de kleding die we nog hebben. Het is tijdens de Black Friday, decembermaanden en januari echt super hard gegaan. Dus ja, de meeste van de voorraad is weg. We moeten alles weer zo snel mogelijk aanvullen. Dus dat zal de komende 2 weken, 3 weken ongeveer gaan gebeuren. Nou, Sandra is hier keihard aan het werk terwijl ik slap aan het ouwe hoeren ben. Yep. Zoals altijd. We hebben gewoon in januari gewoon een hele lekkere boost gehad. Ondanks dat de gyms nog dicht zijn, denk ik dat heel veel mensen nog aan het sporten zijn. En ook gewoon omdat we, ja, ik bedoel, die hoodies zijn chill ook om op de bank mee te hangen. Dus loop even met me mee door de zee van chaos. Dit is echt letterlijk het enige wat we nog in-house hebben. Dus ja, het moet echt snel aangevuld worden. Dit is allemaal wat al verkocht is, weg is en... We hebben inmiddels ook wat samenwerkingen staan met gyms en personal training studios. Dus dat is eigenlijk kleding die niet eens hier aankomt. Die gaat gelijk door naar de klant in grote getallen. Dus dat is ook wel heel nice. Nou, Jack's wagentje staat er. We hadden voor in de zomer natuurlijk de basket neergezet. Als een soort fantasy factory dat je hier alles kan doen. Maar die moest naar binnen, want het regent elke dag. Dus we doen er geen moer. Ik heb nog wel een basketbal bij me voor de vorm. Nou, dit is onze waakhond. Dit is altijd weer uitkijken of je niet iemand in zijn reet bijt. Zoals ik al zei, het is hier echt een rotzooi, dus daar moet je even niet op letten. Maar het is ook een soort van kinderparadijs. Shanna en Quinten zitten natuurlijk bij ons team nu, die hebben er ook 2. Die komen zo vaak hierheen. Die chillen dan met de beren. En overal ligt speelgoed op de grond. Daar die hele hoek is een soort van kids toys geworden. Ja, dit is mijn workstation, zoals je ziet, ook helemaal georganiseerd. Maar hier zit ik gewoon dagelijks. Wij doen natuurlijk al de marketing, alles wat social media betreft, Facebook, Google, alles doen wij zelf. De website doen wij zelf, de collecties maken doen wij zelf. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje mijn grot. Sandra's grot is aan die kant, die heeft het wat afgeschermder. En dat is nog meer een rotzooi dan bij mij.
Nou, daar hebben we wat sampletjes hangen en dingen. Maar het gaat allemaal zo snel en dan worden weer samples afgekeurd. En dan wordt het weer naar atleten gestuurd om het te testen. Want we zijn ook voor athletes, by athletes. Dus al onze kleding wordt getest. 10 keer gewassen, gestoomd, gedroogd. En nog een keer om te kijken wat de kwaliteit is. Dus ja, er zit gewoon een hele snelle omloop in. Dit is onze chillhoek. Lekker bankie. TV'tje, PlayStation staat er ook. Ik heb inmiddels een Xbox thuis staan, dus de PlayStation staat op kantoor. Hier zijn we, nou ja, af en toe Call of Duty aan het spelen, Warzone. Een beetje multiplayer. Er staat ook een Nintendo Switch, dus we zijn van alle markten thuis. Kerstboom moet eigenlijk weg, maar Sandra die vindt het zo gezellig dat ze nog geen aanstoot gemaakt heeft. En dit is dan keuken/ ontbijttafel. En we zijn allemaal vrienden van elkaar. Iedereen die hier werkt zijn ook gewoon vrienden van ons. Dus we zitten hier 's ochtends vaak te ontbijten. Gezellig voordat we aan de slag gaan. Koffietje erbij. Dit stond er allemaal eigenlijk al. Dus dat was voor ons heel chill. Een heel groot deel van dit office was al ingericht. En we hoefden eigenlijk maar kleine aanpassingen te maken om gewoon aan het werk te kunnen. En als startend bedrijf is dat natuurlijk super chill. Nou ja, koelkastje, magnetron uit het jaar 1900. En een hele hoop vaat en een hele hoop supplementen. Want ja, gedurende de dag eet ik altijd te weinig. En dan val ik toch weer terug op die supplementen. Nou ja, Jackson Basis staat er ook. En dan hebben we hier een fotostudio. Waar we eigenlijk in-house direct alle items schieten die op de website terechtkomen. Want dat doen we ook allemaal zelf. Dit is Jackson's slaapkamer. En de fotostudio. We gebruiken flitslights voor al de productfoto's en dan hebben we nog normale dimlights voor als er gevlogd moet worden of gewoon iets op een clean achtergrond. Het is hier ook gewoon een rommelhok, veel opslag, heel veel energy drinks. We hebben bier staan voor de vrije Mibo en het is gewoon wat het is. Het is niet heel fancy, maar we kunnen echt letterlijk alles wat we nodig hebben kunnen we hier doen. En dat is wel heel fijn, dus van gymshoots tot productfoto's, tot gewoon dom aan het werk achter je computer de hele dag. En het is een beetje kindvriendelijk. Hier komt Jax overigens niet naast dat hij in zijn bed slaapt. Want er zijn gewoon te veel dingen waar hij mee gaat kutten. En dat is daar niet te overzien. Maar dit is een beetje de laatste ruimte dan die ik jullie kan laten zien. En zoals je ziet, alles is een beetje tegen de max aan qua capaciteit. Als de kleding echt veel harder gaat lopen en grotere opslag moet hebben, dan gaan we toch denk ik uiteindelijk verhuizen. Maar ik wil het nog even laten zien zoals het nu is, want het is zo snel gegaan in 3/4 jaar. We zijn natuurlijk gestart op 3 juni en we zijn ongeveer 7-8 maanden verder. En ja, ik kan gewoon niet trotser zijn op hoe het is gegaan en niet blijer zijn met al de support die we hebben gekregen, want het is natuurlijk super eng om een bedrijf op te starten in een lockdown, want wij lanceerden ons eerste product midden in de lockdown, de eerste lockdown. En sindsdien zijn we nu volgens mij in de derde, eigenlijk 2,5 lockdown bezig. Zoals ik al zei, ondanks dat draaien we door als een tierenlier. En zonder jullie steun bestaat OWN gewoon niet. Dus bedankt daarvoor. En dit is een beetje waar we mee bezig zijn. Dit is een beetje waar we mee dealen. Dat was hem dan jongens, het volledige warehouse, /studio/gym/kantoor. En ik ben echt super blij met deze locatie en met hoe het gaat tot nu toe. We hadden geen betere start durven dromen, dus en dan met een tweede onderweg ook nog. Alles is super mooi, dan gaan we verhuizen. Kijk, daar is Jaxie. Gaan we verhuizen naar Alkmaar, want Heemstede is 40 minuten rijden elke dag. En dat is gewoon een beetje te veel, omdat we 6 dagen op kantoor zijn. En dan per week en dan is die afstand gewoon te groot. Dus we gaan naar Alkmaar verhuizen. Daar ga ik jullie natuurlijk ook even een tour van geven. Laat sowieso even een duimpje voor me achter als jullie dit leuk vonden en meer behind the scenes dingen willen zien. En dan, we wachten alleen nog op de babysuits. Die komen vandaag binnen. Moeten geshoot worden, photoshopt voor de website, helemaal ready gemaakt worden. Dus dat zijn we vandaag weer aan het doen. De OWN-mobiel, ik weet niet, die hadden jullie volgens mij wel gezien. Voor de mensen die hem niet gezien hebben, hij is er nog. Hij is smerig. Hij is niet gewassen. Dus daar moet je even niet op letten. Maar zo alles bij elkaar zijn we gewoon lekker aan het boeren. En
blij met hoe het gaat. Zie jullie later, pieps.